En dan gaan we nu naar voetbalclub SC Varsseveld, waar ze druk bezig zijn met de voorbereidingen voor een jubileum. De vereniging heeft altijd een belangrijke plaats in de gemeenschap ingenomen. Is eigenlijk vanaf midden jaren 40 hebben ze ook altijd gespeeld op KNVB niveau. Als een club die voor de volle 100% erin gaat tijdens de wedstrijden. Niet altijd verfijnd voetbalt, maar elke vereniging het erg lastig kan maken om van Varsseveld te kunnen winnen. Wat ook erg bijzonder is binnen deze accommodatie is de tribune. Die is in 1949 gebouwd. Een leuke anekdote is eigenlijk wel dat toen PSV hier speelde, een oefenwedstrijd tegen Varsseveld, dat Frank Arnezen, een bekende voetballer, het veld opliep voor de wedstrijd en helemaal onder de indruk was van de Engels aandoende tribune en dat ook uitte. Het is wel een echt kenmerk van deze accommodatie, deze oude tribune. Een van de beroemdste personen vanuit onze club, dat is uiteraard Guus Hiddink, ex-bondscoach. En die is hier geboren, heeft zijn jeugdjaren bij Varsseveld gespeeld. Brak ook al op zijn 15e door naar het eerste. Heeft toen ook een paar seizoenen in het eerste gespeeld, waarna die naar de Graafschap ging. Ja, 28 maart 2024 bestaat onze vereniging 100 jaar. En wij zijn bezig met het maken van een hopelijk prachtig jubileumboek in het kader van dat 100-jarige bestaan. De hele geschiedenis moet in dat boek verweven worden. En we kunnen daar gebruik maken van oudere jubileumuitgaven. Maar de bedoeling is wel dat het toch wel wat uitgebreider gaat worden. Dus we zijn op zoek naar alle bestaande materialen in artikelen en foto's die mensen nog hebben en dat we die zo kunnen verwerken in dat jubileumboek. Heeft u nou nog foto's, artikelen of mooie herinneringen aan SC Varsseveld? Ga dan naar geldelandhelpt.nl.